Beste pingatleet, hier de workout, de mogelijke workout van vrijdag 6 november. We gaan weer kort doornemen wat je zou kunnen doen op het moment dat jij gaat trainen in je eigen tijdspad. De warming-up zou kunnen zijn 2 rondjes van 10 deadlifts met een lege stang en 5 tot 8 normale push-ups. Daarna kan je je deadlift gaan opbouwen tot het gewicht wat je wilt doen tijdens de workout. Als je daarmee klaar bent, kan je nog een beetje gaan rommelen met de techniek van de handstand push-up. Uiteraard loopt de instructeur rond om te kijken of alles goed gaat. En dan hebben we de workout. Dam Diane, event van de CrossFit Games. Hij is natuurlijk aangepast voor ons als boxleden. En wat we gaan doen is het volgende. 3 rondjes van 15 deadlifts met 100 voor de heren, 65 voor de dames en 15 strikt handstand push-ups. Daar is een timecap van 13 minuten. Gelukkig kunnen we hem aanpassen zodat iedereen het kan doen. Dus wat kan je doen voor de handstand push-ups? Je kan ervoor kiezen om ze strikt te doen met een abmat. Strikt te doen met een abmat en een plaat. Je kan ervoor kiezen om kipping te doen. Kipping met alleen een abmat. Of kipping met een abmat en een plaat. Mocht dit niet lukken, hebben we ook nog de box handstand push-ups. Die je eventueel deficit kan doen, zodat je de diepte iets omhoog brengt. Of eventueel normale box handstand push-ups. Een hoop variaties. Waar in ieder geval we naar wil kijken, is dat bijvoorbeeld de deadlift in ieder geval in 1 of 2 sets gedaan kan worden. Als je merkt dat je dat niet redt, moet je het gewicht eigenlijk aanpassen. Dat is de bot. Als je kijkt naar de fundamentals, is het eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Namelijk, we gaan de techniek van de deadlift en de box en de push-ups doornemen. Althans, daar ga je zelf mee aan de slag. En vervolgens hebben we 3 rondjes van 15 deadlifts. En het gewicht is lichter. 50 voor de heren, 35 voor de dames. En 15 box hands en push-ups. Natuurlijk kunnen we tijdens de fundamentals een beetje schipperen om te kijken waar de grootste uitdaging ligt. Dus als bijvoorbeeld heel sterk bent in deadliften, zou je ervoor kiezen om iets zwaarder te kunnen doen. En of als je heel goed bent in boxsets en push-ups, kan je hier de uitdaging in vinden. Lieve mensen, uitdagende workout. Heel veel succes. Met vragen, ga naar de trainer toe.